Ja, het is eigenlijk heel triest dat niemand hem ooit als vermist opgaf. Wie is de vermoorde man die al jaren in een naamloos graf rust? Dat is het mysterie dat een cold case team in Midden-Nederland probeert te onthullen. We gaan terug in de tijd. Het is de bloedhete zomer van 2003. Omdat de dijken door uitdroging dreigen door te breken in de regio Utrecht, gaat een boot van Rijkswaterstaat op 18 augustus het water van het Amsterdam-Rijnkanaal op voor een inspectie. Misschien hadden ze het anders nooit opgemerkt, maar omdat ze die middag zo geconcentreerd de wal in de gaten houden, zien ze het wel. Langs de Westkanaaldijk, ter hoogte van Loenersloot, zien de opvarenden iets bij de kant in het water liggen. Wanneer ze dichterbij komen, wordt ze duidelijk dat het om een stoffelijk overschot gaat. 51, Postwijk over. Onmiddellijk nemen ze contact op met de politie. Deze meneer werd aangetroffen op 18 augustus 2003. En toen is het slachtoffer naar de kant gebracht. Ja, toen leken alle omstandigheden er wel op te wijzen dat het hier om een misdrijf ging. Dus toen zijn verdere onderzoeken ingesteld. Het slachtoffer bleek doodgeschoten te zijn. Normaal gesproken zouden we dan kijken naar vingerafdrukken. Maar dat was bij dit slachtoffer die een langere tijd in het water heeft gelegen niet meer mogelijk. Dus er is een DNA-profiel van het slachtoffer vastgesteld en dat is door de database gehaald. Maar er bleek geen hit uit te komen. Ik ben zelf met de schedel van de man naar Engeland geweest. Naar forensisch antropoloog en medical artist Caroline Wilkinson. En die heeft op basis van de schedel een gezichtsreconstructie gemaakt. Dames en heren, goedenavond. We beginnen deze uitzending met een bijzondere zaak. Die gezichtsreconstructie wordt al in oktober 2003 in Opsporing Verzocht getoond. Na die uitzending zijn er een aantal tips geweest, maar die hebben in ieder geval niet geleid tot de identiteit van de man. De volgende stap die we toen gezet hebben was isotopenonderzoek. Isotopenonderzoek is gebaseerd op het principe je bent wat je eet. En alles wat je eet en drinkt zitten stoffen die opgenomen worden in je lichaam. En wetenschappers kunnen aan de hand van die stoffen en de verhoudingen daarvan bepalen uit welk gedeelte van de wereld je afkomstig bent. Uit dat onderzoek is gebleken dat ons slachtoffer afkomstig is uit Centraal-China. Toen we wisten dat de herkomst van de man China was, hebben we herhaaldelijk aan China gevraagd om via een DNA-vergelijking achter de identiteit te komen. Helaas hebben die verzoeken tot niets geleid. Het is dus nog altijd een mysterie wie de vermoorde man is die tot de dag van vandaag naamloos in een graf in Loenen aan de Vecht ligt. En daar hopen we vanavond met uw hulp een eind aan te maken. Meneer Jens, u bent er namelijk van overtuigd dat de oplossing toch ook hier in Nederland te vinden moet zijn. Nou, maar in ieder geval, het cold case team heeft gevraagd om eens goed te kijken naar de aanknopingspunten in deze zaak. En we vinden gewoon dat een dergelijke zaak niet mag rusten. Vervolgens is er wel iemand vermoord, die ligt nu anoniem begraven, waarvan de nabestaanden eigenlijk niet weten waar... Maar eerst, ja, dat is wat ons betreft niet te accepteren. Wij denken ook eerlijk gezegd dat er best wel mensen zijn in Nederland die weten wie hij is. Ja, uit isotopenonderzoek is gebleken dat het slachtoffer maximaal een maand voor zijn overlijden naar Nederland is gekomen. Hij is dus maar kort hier geweest. Ja, maar goed, het kan wel opgevallen zijn als iemand uit China hier naartoe komt, enkele weken in beeld is en vervolgens dan plotseling zomaar van de aardbodem verdwenen is. Ik moet ook wel zeggen, verder hebben we ook wel een concrete aanwijzing hoor. Want op het moment dat hij gevonden werd, werd er ook een blauwe zak, werd er gevonden van een sportshop, Elco Sport, die filialen heeft in Amsterdam en in Zandvoort. Overigens, toen we hem in 2003 vonden, toen waren die shops inmiddels al dicht, dus die bestonden niet meer. Nou, het zou kunnen zijn dat die zak dus van hem is, maar wij denken eerder dat het van de dader of van de daad dus is. Ja, dat zou kunnen betekenen dat hij dus al wellicht eerder in Nederland waren. Ja. Toch blijft het gek dat niemand hem nog als vermist heeft opgegeven. Ja, dat is misschien wel vreemd. Maar goed, het zou best kunnen zijn dat hij zelf een beetje aan de rand van de samenleving leeft. Dat hij wat criminele activiteiten had of dat hij wat andere illegale banden onderhield. Overigens, het kan best wel betekenen dat mensen hem misten, maar dat ze gewoon niet durfden dat te vertellen. Ook niet tegen de politie durfden te vertellen. Wellicht dat men bang was voor de dader of daders, dat er vergelding of iets dergelijks aan de orde was. Daarom bij ons geen contact is opgenomen. Maar we zijn inmiddels wel 11 jaar verder. Dus wij hopen dat mensen nu wel die vrees niet meer hebben en ons gewoon gaan bellen en vertellen wat er gebeurd is.
Ik zou zeggen, neem dan alsjeblieft contact op, ook als u iets weet over de toedracht van dit misdrijf. En wie weet zijn er toch ook mensen die zich nu pas realiseren dat ze het slachtoffer kenden. We hebben natuurlijk ook hier in de studio de gezichtsreconstructie. Wat weten we nog meer over deze onbekende man? Nou ja, uit het isotoopenonderzoek is wel duidelijk geworden dat die meneer uit China komt. En heel specifiek nog uit de provincie Shaanxi. Dat hij van het Mongoliede ras is, dat hij destijds tussen de 33 en de 35 jaar oud moet zijn geweest. Ongeveer 1,75 meter, 1,80 meter lang. Mogelijk een gespierd postuur had. En verder had hij zwart sluikhaar, ongeveer 10 centimeter lang. En uit gebitsanalyse is ook gebleken dat hij in zijn jeugd tetracycline heeft gekregen. Een vrij specifiek antibioticum dat destijds veel in China gebruikt werd. Misschien zegt dat ook iemand iets. En de kleding waarin hij is gevonden? Ja, in ieder geval had hij een wollen trui aan van het merk LOG. En dat verkoopte Hennis & Maurits. De maat was XXL. En verder had hij een licht gekleurd t-shirt aan van Basic Wear, maat XL. En wat opviel, hij had een ribbelt aan. Dat wordt over het algemeen gedragen door mensen die bijvoorbeeld een ribfractuur, gekneusd of gebroken ribben hebben gehad. Ja, hij is dus gevonden in augustus, 18 augustus 2003, door de staat van ontbinding. En eigenlijk de warme temperatuur die toen was, ja, is het eigenlijk onmogelijk gebleken om exact na te gaan hoe lang hij in het water gelegen heeft. Help het cold case team van de politie Midden-Nederland om alsnog achter de identiteit van deze man te komen. Uw informatie kunt u doorbellen met de tiplijn op het nummer 0800-6070. Uiteraard kunt u ook anoniem bellen met M. En in deze zaak kan ook contact gezocht worden met het team Nationale Criminele Inlichtingen.